Met de dreigende komst van de Engelse variant van het coronavirus en overvolle ziekenhuizen biedt de komst van de diverse vaccins hopelijk tijdig uitkomst. Maar hoe wordt er eigenlijk in onze gemeente tegenaan gekeken? En laat men zich ook daadwerkelijk vaccineren? Ja, omdat er een virus waart. Hè? En ik wil daar wel graag tegen beschermd raken. Omdat ik dus gewoon vind dat het nodig is. Ik kom zelf uit, ik ga geen namen of ik kom uit de kring van de altgeïnformeerde mensen. En ik heb zelf ook besloten om te doen. Wat dan ook wel op weerstand soms stuit. Ik denk het zelf wel, want dan heb je wel meer vrijheid in wat je wilt gaan doen. Ik wil als eerste in de rij. Waarom als eerste? Nou, ik ben 85 bijna, dus ik denk, laat mij maar prikken, dan raken we misschien een keer van die narigheid af. Wanneer bent u aan de beurt, denkt u? Nou, weet ik niet, want ik werk in het ziekenhuis, misschien mag ik tussendoor. Maar dan heeft u toch voorrang? Nee, ik zit niet bij de bedden, ik zit niet aan handen aan bed. Nou kijk, ik denk als ze voor de deur staan, dan wil ik die mensen niet teleurstellen. Dus dan laat ik me wel prikken geven. Het zou geen kwaad kunnen. Maar u zoekt het niet op? Ik zoek het niet op. Nou praat men wel eens over bijverschijnselen bij de vaccinatie. Maakt u zich daar zorgen over? Nee. Dat lijkt me echt allemaal veel minder erg dan dat virus oplopen. Nou ja, ik mag toch aannemen dat het getest is. En kijk, de griepprik heb je ook wel eens een keer een bijwerking van. Dus ik zit daar niet over in. Maar voordat u dat gevaccineerd wordt, worden eerst de zorgmedewerkers gevaccineerd. Dus vindt u nog dat een goede beleid? Ja, dat vind ik prima. Heel goed. Ja. Heel goed. Bent u het daarmee eens? Ja, ben ik het mee eens. Ik vind het toch wel beter, want aangezien hun steeds ook met de mensen die corona hebben, ook gewoon daarmee moeten werken natuurlijk. En dan is het wel wat veiliger ook voor hunzelf. Wat vindt u van de verlenging van deze lockdown? Daar ben ik blij mee. Ja. Hoe zielig ik het ook vind voor alle mensen die daar hun inkomen zien krimpen of hun winkels failliet zien gaan. Dat vind ik ook heel erg. Maar, ja. U heeft wel een middel om de horeca te helpen door een afhaalmaaltijd. Precies, dat zijn we ook van plan. En dat hebben we ook al een paar keer gedaan. Dus zoveel geld heb ik ook weer niet, maar we dragen ons steentje bij, zal ik maar zeggen. En wat vindt u van deze wereld waarin pandemieën zijn, klimaatproblemen, milieuproblemen? Ja, ik vind het vreselijk. Tuurlijk is het vreselijk. Wat moet er van worden? Ja, precies. Ja. Maar ja, daar hebben wij ook niks over te zeggen, denk ik dan. He? Ik denk dat door de corona zelf, dat aan de ene kant het klimaat wel beter is geworden, aangezien veel minder mensen reizen. En ik denk dat ook gewoon veel meer mensen gewoon thuis willen blijven. En daardoor denk ik ook dat het gewoon minder wordt vervuild en alles. Jeetje. Ja, een beetje somber wel. Toch wel, ja? Ja. Maar ik hoop toch dat iedereen toch het zijne of het hare doet. Om er toch het beste van te maken. We moeten nu eerst deze periode doorheen. En dan gaan we verder denken. Want anders word je helemaal te stapel van al dat denkwerk. Moet je niet doen, moet je niet willen.